Je zal denken, waarom film ik nu Ultron? Nou, dat heeft alles te maken met de Retro Smash voor morgen, 7 uur. We gaan het namelijk hebben over villains, over schurken. De beste bad guys of women. En dan hebben we het over comics, over tv, noem het maar op. Alles wat in de retro wereld terechtkomt, want heel eerlijk... De bad guys of women's maken toch meestal wel de serie, de film, de comic, noem het maar op. En ik heb hier een paar mooie. Dit is mijn kast trouwens met al de, van mijn vriendin gekregen, alle chess poppetjes. En dat is natuurlijk uit de Marvel wereld. Even kijken, nou, dit is natuurlijk een good guy. Gaan we eens even kijken, wat hebben we nog meer? Kijk, hier hebben we een paar bad guys naast elkaar. Of wat dacht je van deze bad guys bij elkaar? Dr. Octopus en natuurlijk de troll. Ik ben zijn naam even. Hop, nee, de troll. Green Goblin, sorry. Green Goblin, hierboven nog even. Electro, natuurlijk. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Dit zijn weer de good guys. Ja, we hebben ze een beetje ingedeeld. Kijk eens aan. Natuurlijk Loki met Thor. Thor is de goede, Loki is weer de slechte. Even kijken. Nou, dit is niet echt een bad guy natuurlijk. Onze Deadpool. Maar is een anti-held. Dus ik weet niet hoe je hem zou moeten betitelen. Ja, gewoon anti-held. Natuurlijk de Lizard. Bad guy. Even kijken. Dan hebben we... Ja, kijk. En ook een anti-held. Nou, noem het maar even op. Dus we hebben heel wat te bespreken. Dus morgen om 7 uur... gaan we het erover hebben. En dit zijn dus de comics, maar we gaan het over alle bad guys hebben. En wie is jouw favoriete bad guy? Laat het weten in de reacties.